De derde gast in Boom over Boeken is Anna Enquist. Welkom Anna in ons programma. We gaan praten over je nieuwe gedichtenbundel Berichten van het Front, uitgever Arbeiderspers. Ik wil natuurlijk graag een gedicht horen. We kunnen ook eerst eventjes... lees eerst maar eens een gedicht voor. En dan gaan we daarna gaan we over het boek praten. Ja, ik dacht dat is omdat we hier in de boshalte zitten, wel leuk om het over bomen te hebben. Nou heb ik best een aantal gedichten over bomen, ook in dit boek. En dit gedicht gaat over de zilverpopulier, Populus alba. Zij is het symbool van de snelle, de lichte dood, schrijft collega Verhelst over de witte abeel, de zilverpopulier. Populus alba in je witte jurk, wortelend naast de Styx, maar wat zegt dat? Zij staat daar gewoon met haar ruige kroon. Zij heeft vederzacht dons onder de bladeren, fluistert goedmoedig in de wind, lichtminnend noemt men haar, een ideaal kind. Zij drinkt koud water en groeit gestaag langs een rechte lijn. Ze gehoorzaamt de seizoenen. Je kan gerust kijken, het doet geen pijn. Als zij is geveld, kan je haar jaarringen tellen. Doorzichtig bloed uit een blonde wond. Licht en snel, als voorspeld. Het is een van de 40 gedichten, 4x10 gedichten uit de bundel Berichten van het Front. Berichten van het Front, dat klinkt als een verslag van krijgshandelingen. Van een slagveld. Achteraf dacht ik, het is eigenlijk alsof ik teruggrijp op mijn debuutbundel. Die heette Soldatenliederen. Dat was ook al zo'n militant gedoe. He, dus dat strijdvoeren, dat zit er kennelijk nog steeds in. Want het is verslag van een leven eigenlijk, Berichten van het Front. Het is vooral verslag van een verlies. Het begint met een cyclus over de godin Demeter die haar dochter kwijtraakt. Ja, ze krijgt haar dan gedurende een tijd van het jaar weer terug, maar goed, ze raakt haar kwijt. Dat is dan die eerste cyclus van 10. En daarna gaat het eigenlijk over hoe je met zo'n verlies omgaat. Hè. Dan zie je in de tweede cyclus dat de schrijvende persoon probeert zich te verdoven, hè, door... de kou op te zoeken, de hoogte op te zoeken, alles wat ervoor zorgt dat je niets meer voelt. Maar op een gegeven moment loopt die weg toch dood en realiseert ze zich dat ze toch weer naar de grond zal moeten, naar het gras, hè, waar de dingen groeien en vergaan en waar het echte leven zich afspeelt. En dat zie je in die derde cyclus. En dan kom je in de vierde cyclus bij de problemen die zich dan voordoen als je inderdaad doorgaat met het leven. He, bijvoorbeeld het onder ogen zien van de ouderdom en van uiteindelijk je eigen dood. Dus zo is het eigenlijk meer een verhaal over een heel essentieel verlies geworden. Je zegt de schrijvende persoon. Ja, dat ben ik. Dat klinkt als met een zekere distantie. Ja, dat probeer je natuurlijk ook, hè, in zo'n boek. Het is natuurlijk niet een uitstorting van al je eigen gevoelens, maar het is een stilering daarvan en een bewerking. En, ook vandaar zo'n constructie. Hè, dat als je gewoon heel heftig gevoel kwijt moet, dan ga je niet in 4 cyclussen van elk 10 gedichten ontwerpen of zo. Hè. Dus die distantie, dat hoort er wel bij als je over iets schrijven wil. En dat is ook beter voor de lezer, dat er een distantie zit bij de dichter? Zeker, anders is er niks aan. Ja, gevoelsuitstortingen kan je overal tegenkomen. De gedichtenbundel begint eigenlijk met een waarschuwing aan de lezer. Hè? Je kunt nog terug, de oudejaarsgroet. Ja, ik heb dan om die 40 gedichten heen een welkomstgedicht en een afscheidsgedicht gemaakt. En dat is een beetje, dat zijn een beetje badinerende gedichten geworden. Inderdaad, de eerste van, het gaat over narigheid, dus leg het maar weg als je daar geen zin in hebt.
Ja, en op het eind dan bedank dat je het toch helemaal gelezen hebt. Ja. Maar hou nou maar op met lezen en ga maar muziek luisteren, dat is beter. Ja, ja. Nou ja, Badinier, het is een beetje ironisch, want je hoopt natuurlijk wel dat de lezer doorleest. En zeker hoop ik dat, ja. In dat eerste, zeg maar, wat vooraf gaat aan die 4-10 gedichten, het slot van de oudejaarstoespraak staat, wij kneden het gemis totdat het op de bladzijde past. Is dat, ja, ooit, is dat ooit te doen? Waar we het net over hadden. He, dat is, ik noem eigenlijk in dat gedicht een aantal collega-schrijvers die ook kinderen verloren hebben. En daarna door zijn gegaan met schrijven. En nou ja, wat je dan doet is waar we het eerder over hadden. Je kneedt het verlies of het gemis zodat het een boek kan worden. He, of het nou een roman is of een gedichtenbundel. Ja. Ja. Je bewerkt het, je geeft het vorm. Ja. Het gaat dus, het gaat ook, het woord muziek viel al, het gaat ook over muziek. En er staat ook letterlijk in een van de gedichten, wantrouwde woorden, of zelfs het laatste gedicht. Het laatste gedicht. Koester ja. De muziek. Ja, maar ja, dat is natuurlijk iets met literatuur en muziek. Dat zijn dan twee gebieden die mij heel erg hebben bezig gehouden altijd. Met literatuur kan je heel goed vertellen hoe iets is en je kan het aanwijzen. En een woord heeft een betekenis die door de ander begrepen wordt. En met muziek is het wonderlijke dat je speelt. En daar zijn geen woorden. En toch kan de luisteraar begrijpen. Hè, kan je een gevoel overbrengen aan de luisteraar zonder woorden. Dat is eigenlijk zo mysterieus. Dat is nog veel mooier dan welke literatuur dan ook. Dat je haast jaloers bent op de toondichter. Nou ja, ik heb nooit aspiraties gehad om te componeren of zo. Maar ik ben natuurlijk altijd wel heel gek op muziek geweest en maak altijd heel veel muziek. Ja, want er staat, een van de gedichten is Ravel voor Forlane. Forlane van Ravel, ja, uit een mooie cyclus. Nou, misschien zou je dat voor willen lezen. Ja, welke pagina is dat? Dat is pagina 28. Oké, ja. Ravel, Forlane. Het kind vermomd als lied danst in 6/8 maat over de velden. Ze neemt de sprongen in vervoering, maar aandachtig, met beleid, maar driest. Niet zeuren over ijs, verborgen in de baslijn, maar geloven in het zweven boven gras. Leven heet dat. Het is niet moeilijk. Volstrekt onnodig dat de boel bevriest. Vind nu een voorbeeld in de componist. Dat is hoovaardig, maar wie zo ten einde raad is, mag heel veel. Gedenk als hij in eigen taal monter wie je verliest. Ja, ik vind die slotzinnen vind ik prachtig en ook wel tekenend voor de hele bundel. Dat je zoveel mogelijk op montere wijze probeert te herdenken. Het mooie van dit gedicht vind ik ook, ik kende dat stuk van Ravel niet. Nee. Dus dat kun je makkelijk opzoeken, wat echt een geweldig stuk muziek is. Voor piano solo bestaat het. Dat is oorspronkelijk heeft hij het gemaakt voor piano. Hij had een cyclus van 6 stukken gemaakt. En elk stuk is opgedragen aan een vriend van hem die in de Eerste Wereldoorlog is overleden. Ja. Dus 6 verschillende vrienden eert hij eigenlijk met dit stuk. Dus ja, ik wil mezelf niet met Ravel vergelijken, totaal niet. Maar ik probeer hetzelfde te doen als hij. Dat je eigenlijk iemand eert. Door zo'n stuk erover te schrijven. Nee, dat stuk van Ravel dartelt echt in de pianoversie. Een kind prachtig, door het natte gras in de vroege ochtend, stel ik mij zo voor. Ja, dat is heel erg mooi. Mooier dan in de orkestversie, maar dit terzijde. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Als schrijver hou je natuurlijk van woorden. Ja. Maar dat merk ik ook wel heel duidelijk als ik dit lees door al die plantennamen die ook, denk met een zekere gretigheid, in de gedichten een plaats krijgen. Ja, ja. Maar ja, kijk, in die tijd, de afgelopen jaren, heb ik het geluk gehad om achter elkaar 3 kleinkinderen te krijgen. Onze zoon heeft 3 kinderen gekregen, heel snel op elkaar. En vooral die oudste, een jongetje, die was toen hij zo'n jaar of 3, 4 was heel gek op planten. Dus dan vroeg hij van al die planten hoe ze heten. En dan gingen we dat opzoeken en daarnaar kijken. En vooral planten met hele rare namen. Vond hij mooi, hè? Stinkende gouden, smeerwortel, bilzenkruid en zo. Ja, en die kleinkinderen,
die kleinzoon is wel belangrijk als ik dat zo lees. Zeker, ja. Je kan niet zeggen tegenover het verlies van een kind staan kleinkinderen, want zo werkt dat natuurlijk niet. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk voor je is. Nee, maar het is wel waar we het eerder over hadden. Die laatste cyclus uit het boekje gaat natuurlijk wel over wat doet zich aan je voor als je durft door te leven. En dan kan, dat zijn natuurlijk nare dingen, hè? Ziektes en vrienden van je die sterven. En uiteindelijk dat je zelf dood zal gaan. Maar ook fijne dingen, hè? Vriendschappen en dat je samen muziek maakt. En het mooiste natuurlijk, dat je kleinkinderen krijgt. Ja, en dan krijg je van die eigenlijk, de gedichten zijn haast scènes op zich. Dat je in een lift staat en dat zo'n jongetje... Ja, zeg, dat was zo. Een kleine man ziet staan. In het Rijksmuseum. Ik ging met die oudste ging naar het Rijksmuseum. Hij was misschien 4 of zo. En daar heb je zo'n ronde lift, hè, die onderdoorgang. En die kwam omhoog. En er stond dus een mannetje niet hoger dan deze tafel in. Dus een dwerg, maar helemaal goed geproportioneerd. In de ogen ook van het kind. Even groot als mijn kleinzoon, maar gewoon een keurige heer met gepoetste schoenen en een prachtig pak aan en een wandelstokje. En hij schrok echt, mijn kleinzoon. En hij zei, oma, is die echt? Ja, en hij was helemaal gefascineerd door die man. En ja, die man die keek een beetje verstoord natuurlijk, die wordt overal aangekeken en zo. Dus ik wist ook niet goed wat ik moest doen. Of ik nou tegen mijn kleinzoon moest zeggen van hou je mond en niet wijzen. Of dat ik op zijn nieuwsgierigheid moest ingaan. Nou, die man die zakte weer naar beneden met die lift. Maar mijn kleinzoon die was zo, die wou hem achterna. En die zei, oma, hoe heet hij? Ik wil het vragen. Ik zei, nou dan moet je eerst vertellen hoe je zelf heet aan hem. En nou ja, als we hem nou nog een keer tegenkomen, ga ik het vragen, zei hij. Maar gelukkig kwamen we hem niet meer tegen. Misschien moet je het gedicht even voorlezen. Ja, het was zo schrijnend dat die man natuurlijk zich verstoord voelde. Welke pagina is het? Ja, nou hangt het. Oh, ik heb hem al, Ja, die gretigheid om zoiets raars of nieuws tot zich te nemen van mijn kleinzoon. En die verstoordheid van die dwergenman zelf. En, nou ja, het staat verder wel in het gedicht. De dwerg. De ronde glazen lift stijgt op. Een transparante kaalstolp met als genrestuk een kleine man. Perfect van vorm, positie, kleur. Zijn grijs gestreepte maatpak past uitstekend bij zijn das. Schoenen van kwaliteit, een wandelstok. De boze uitdrukking op zijn gezicht. Fel zwarte ogen, scherpe neus. Ik voel mijn kleinzoons vuist verstijven in mijn hand. Hij kijkt de wonderbaarlijke verschijning op gelijke hoogte aan. Omsingelt hem met zijn ontluikende verstand. Hoe heet hij, oma? Is hij echt? De dwerg staat recht voor ons verbijsterd tweemanschap en wijst ons af. De kleuterwangen vangen voor het eerst ijzige wind van ongemak. Ja, prachtig gedicht. Ja. Ik zei in het begin op montere wijze gedenken. Hè? Dat het monteren, dat zit er in deze dichtbundel. Maar dat lukt niet altijd, hè, dat monteren herdenken. Als ik het gedicht neem naar beneden bijvoorbeeld, van grote hoogte naar beneden, ja. dat is nogal wat. Daar klinkt, het harde bestaan komt je als lezer ook wel indringend tegemoet, zal ik maar zeggen. Ja, dat is het openingsgedicht van die tweede derde afdeling. Dat eigenlijk de schrijvende persoon zich realiseert. Je kan niet altijd daar in Tibet op die Himalaya blijven zitten en je in die kou verschansen. Je moet iets gaan voelen. Je moet naar beneden. Ja, moet ik die ook even doen? Ja, heel graag. Naar beneden. Vanaf veilige hoogte inzoomen op de kleine omheinde ruimte. Met angst voor de landing. Onder de vijgenboom vervliegt de bezweten schim van het kind tot een onverschillige leegte. Struiken als doorgegroeid kapsel rond een oud gezicht. Geen welkom, geen woord. Bestemming bereikt. Nu thuis raken. Afleiding afschudden. Liggen. Niet op je rug met die hemel voor ogen,
maar tegen de grond, mond en neus in de aarde. Voel nu eindelijk eens wat hier stierf, hier bestond. Ja. Je kan niks goed maken natuurlijk van wat gebeurd is door gedichten te schrijven. Nee. Maar het vastleggen van de gevoelens is tenminste iets, denk ik dan. Ja, ja. Ja, dat wordt mij natuurlijk vaak gevraagd. Helpt dat nou? Is dat nou een troost of zo? Ik vind dat zo moeilijk om daar een echt antwoord op te geven. Ik heb absoluut wel een zekere tevredenheid over bijvoorbeeld die roman Contrapunt, die ik over mijn dochter geschreven heb. En hoe dat gegaan is, hè, met dat verweven, met de Goldberg-variaties, het instuderen daarvan. Nee, dan ben ik wel blij dat ik haar dan in die 32 vignetten een beetje tot leven heb gewekt. En dan denk ik wel eens, ja, mensen kunnen dat lezen en zich realiseren hoe ze was. Of zich realiseren hoe belangrijk een kind voor de ouders kan zijn. Dat stemt mij dan wel tevreden, maar dat is toch een gevoel dat een beetje verder weg staat van, ja, het echte gemis wat ik als moeder heb. Hè, dat ik geen dochter meer heb. Ja, dat is toch meer privaat, meer privé. Ja. De gedichten lijken als invallen genoteerd. Dat is vast niet zo. Maar hoe is dat? Hoe zijn ze ontstaan? Dit is op een hele bijzondere manier ontstaan, dit boek. Heel anders dan in andere gedichtenbundels. En meestal is het zo met gedichtenbundels dat je dan bij elkaar verzamelt wat je in 2 of 3 jaar hebt geschreven en kijkt of daar een lijn in zit en dingen wel of niet toelaten tot die bundel. Maar dit heb ik echt geschreven van gedicht 1 naar gedicht 42. Achter elkaar, zoals je een roman maakt. Ik dacht vroeger altijd, zo kan je helemaal niet gedichten schrijven. Je moet wachten op invallen. Maar omdat ik ooit voor de eerste poëzieweek het geschenk moest schrijven, toen moest ik 10 gedichten in 2 maanden schrijven. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Maar ja, het kon wel. Gewoon gaan zitten zoals je voor proza gaat zitten elke ochtend. En van het ene gedicht naar het andere hoppen. En zo heb ik dit ook gedaan. Dat is me ontzettend goed bevallen. Het ene gedicht geeft wel weer aanleiding tot het volgende. En zo krijg je een mooie lijn erin en krijgt het ook een hele sterke cohesie. Dus het is mij heel erg goed bevallen om op die manier een bundel te maken. Ook dat je steeds dan werk hebt, hè, en niet zo je afhankelijk hoeft te voelen van die invallen en denken, nou, ik ga maar een eind wandelen, misschien doet zich dan iets aan me voor. Nee, gewoon zitten. Waar ging het gisteren over? Wat bleef er van hangen? Welke vorm eist die nieuwe inval dan? En zo ga je van het een naar het ander. En het heeft een prachtige bundel opgeleverd. Dankjewel. Anne Enquist, bedankt voor dit gesprek. We spraken over berichten van het front, een uitgave van de Arbeiderspers in Amsterdam.